Ploegenachtervolging. In de ploegenachtervolging rijden twee teams van vier renners 4 kilometer tegen elkaar. Tijdens de kwalificatie rijdt elke ploeg alleen op de baan tegen de klok. De snelste 8 teams kwalificeren zich voor de strijd om de medailles. De winnaar van de volgende 2 rondes strijden in de finale om goud en zilver. Aan elke kant van de baan start 1 team en ze rijden tegen elkaar en de klok. De winnaar wordt bepaald door het rijden van de snelste tijd of als de een de ander inhaalt.